De orde is de vraag van collega Peter de Dekker aan de minister van Financiën, die ik uitnodig hier plaats te nemen. Een vraag over de constructies van Rode Duivels in Luxemburg. Meneer de Dekker. Dank u wel, voorzitter. Collega's, toen hier een paar weken geleden terug de verhalen rond de LuxLeaks en BelgoLeaks naar boven kwamen, toen was er toch wel een kamerbrede verontwaardiging. Dat waren constructies die fiscaal wellicht wel oké waren, maar die toch ethisch redelijk, een aantal daaronder overschrijden ethisch toch heel wat grenzen. Dat kunnen wij niet aanvaarden, kan ook onze fractie niet aanvaarden, zoals gisteren ook nog gesteld door onze fractieleider. Maar net gisteren werden er een aantal nieuwe bedrijven toegevoegd aan het rijtje. Bedrijven met namen zoals bijvoorbeeld Ticolux of Royoluc. Zegt u wellicht zeer weinig, maar het zijn de Luxemburgse vennootschappen van Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. En ook hun collega's, Hazard bijvoorbeeld, Miralles en Origi, ook die hebben een Luxemburgse firma en iedereen kent ongetwijfeld ook nog een aantal topsporters met constructies in Monaco. Het is dan ook bijzonder jammer te moeten vaststellen dat eigenlijk die schitterende voetballers, schitterende sporters, die hier uitgegroeid zijn tot Belgisch nationaal symbool, die hier hun fanbasis hebben, die hier shotten voor een land, dat die niet zo graag belastingen betalen in datzelfde land. Of daar toch op zijn minst toe aangezet worden door hun adviseurs. Dat is bijzonder jammer, want het is namelijk met dat belastinggeld dat er hier geïnvesteerd wordt in stadions. We voorzien ook in een fiscale stimulans voor sportclubs op voorwaarde dat zij dat geld investeren in de opleiding van nieuw talent. En het zou dan ook zeer jammer zijn als dat nieuw talent dat opgeleid is met belastinggeld, dat zij nadien diezelfde belasting betalen. De regering, niet in het verleden, niet vandaag en allicht ook niet morgen, om uitspraken te doen over individuele fiscale gevallen. Bovendien zijn de details van wat in de pers verschenen is, van wat ik dan maar zal noemen, de beweerde fiscale constructies van sommige Rode Duivels ons op dit ogenblik niet bekend. Het is wel zo dat leden van de nationale voetbalploeg worden geselecteerd op basis van Belgische nationaliteit. Nationaliteit is echter geen aanknopingspunt voor de Belgische inkomstenbelasting. Het is dus best mogelijk dat sommige van de in de pers genoemde spelers geen Belgische rijksinwoners zijn en bij gevolg in het geheel niet belastbaar zijn in België op wat ik dan maar noem hun wereldwijd inkomen. Er is trouwens, voor zover ik weet, naar verluid maar één land in de wereld dat nationaliteit als concreet aanknopingspunt voor inkomstenbelastingen hanteert. En dat is de Verenigde Staten. Wat betreft de Rode Duivels, die toch Belgisch rijksinwoner zijn en constructies in Luxemburg zouden opgezet hebben, heb ik er het volste vertrouwen in dat mijn administratie de constructies te gepaste tijden zal onderzoeken in het licht van de huidige anti-misbruikbepalingen en uiteraard ook mogelijk in het licht van de begin volgend jaar in te voeren doorkijkbelasting. Ja, meneer de minister, dank u wel voor uw onderbouwd antwoord met uiteraard inderdaad de nodige nuances, want we moeten ons daar inderdaad wel altijd van bewust zijn. Er zijn er inderdaad ook die in Monaco wonen, wat we dikwijls ook wel kunnen betreuren. Dat zal opnieuw fiscaal correct zijn. Maar ethisch kunt u daar vragen bij stellen. We hebben er inderdaad nog werk aan onze fiscaliteit die we hier aangetroffen hebben, om daar toch ook nog wel een aantal ethische normen in te onderbouwen. Nu, het is trouwens, ik wil ook benadrukken, het is eigenlijk niet allemaal kommer en kwel wat dat betreft. Wat die fiscaliteit betreft bij voetballers zijn ook echt ook andere rolmodellen die ik graag nog een keer zou vernoemen. Mensen zoals bijvoorbeeld Timmy Simons en Vincent Kompany,
Die hebben de winsten die zij opgebouwd hebben met hun succes als profspeler, die investeren die winsten opnieuw hier in dit land, investeren dit in onze economie. Zij bouwen eigenlijk een vervolg aan hun carrière als topsporter, die bouwen daar een vervolg aan als ondernemer. Dat zijn echt de ware rolmodellen voor mij, dat zijn echt de nationale helden. Dank u wel. Meneer De Dekker, dank u meneer de minister.